Hoi en leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video waarin Lucas en ik gaan proberen om binnen 24 uur heen en terug te fietsen naar onze hoofdstad Amsterdam. 60 kilometer. 61 kilometer. Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij deze gloednieuwe vlog. Dat Lucas ons genavigeerd heeft naar het station terwijl we naar Amsterdam willen fietsen. Good job! Het is makkelijker. Lucas kan niet navigeren. Jongens, hier is Amersfoort Centraal. Toch raar dat terwijl we naar Amsterdam fietsen, we hier opeens door het bos fietsen met Lucas natuurlijk nog steeds. Lucas, zeg eens hoi. Hoi. En ik zie er echt een beetje uit als een cracktube, moet ik zeggen. Is er een mogelijkheid dat jij de kijkers nog kan bewijzen dat je wel goed bent in navigeren? Nee, we moesten hierheen, dat zei je net. Het is echt net zoals Schiphol weer. Ik zou er bijna een flashback in doen als ik weet dat ik het niet zou vergeten. Richting Schotland. Wat nee. Ik snap er niks meer van. We zijn nu al de weg kwijt. Ja. Wat? Je maakt het jezelf ook moeilijk, hè? Als mijn vrouwtje daarover gaat zeggen waar we heen moeten. Joh, zo werkt Google Maps niet. Long silent. Ja, dat zei ik al. Daarom sta ik hier. We gaan wel gewoon rechtdoor zien waar we uitkomen. Slecht idee. Kijk nog eens. Welkom bij de Lucas probeert te navigeren compilatie. Lucas, hoe gaat het? Goed. Blijkbaar. Nee, dit is niet de natuur. Dit is het stedelijk museum. Google Maps. Ja. Daarmee gaan we het redden. Hoop ik. Zo, mijn haar dat zit ook helemaal lekker. Oh, rechtdoor en dan naar rechts. Rechtdoor en dan naar rechts? Oké, we gaan rechtdoor en dan naar rechts. We staan hier ondertussen voor Paleis Soestdijk. Lucas, wat vind je ervan? Prachtig. Mooi. Lucas in de vlog. Lucas, we zijn al best wel goed op weg naar Amsterdam. Hé, nog twee mensen. Hoi, gaan jullie ook naar Amsterdam? Nee, ze gaan niet. Jammer, dat was wel super grappig eigenlijk. Dit doe ik in een beginstukje. Hoi. Beginstukje? Ja, je doet altijd voor het intro van de vlog, doe je altijd zo'n stukje. Lucas en ik hebben afgesproken dat onze missie vandaag voltooid is. Dat we terug kunnen gaan fietsen naar Amersfoort als we het Rijksmuseum hebben aangeraakt. Nu al terug fietsen? Nee, nu al terug fietsen. Wiens plan was het om naast de snelweg te filmen? Jouw plan of mijn plan? Welkom hier, nog steeds onderweg naar Amsterdam. Ik loop de verkeerde kant op. We kunnen beter die kant op lopen. En Lucas, wat is ons plan? We gaan een omweg nemen richting Starbucks. We gaan een omweg nemen van 12 minuten. En we zijn opnieuw verdwaald. Lucas, vertel ons even de status. Hier is Starbucks. Starbucks? Hè? Gaan we nou ongezond eten? Oké, Lucky Pro, we hebben nog Wat? Gewoon hier erin. We hebben nog anderhalf uur om aan te komen in Amsterdam. Volgens onze planning. Toch? Ja. I've got the horses in the mat. Zo, let's go. Hey, kom eens even kijken naar de vlogcamera. Ja. Kijk dan. Laat even zien. Sorry. En jij denkt dat als we hier staan bij Hilversum Centraal, dat mensen geloven dat wij op de fiets hier zijn gekomen? Ja. Je hebt wel vertrouwen in de mensheid, moet ik zeggen. Ja, we hebben pauze genomen. Dus we waren heel even in Hilversum bij de Starbucks. De mensen die weigerden Harme Frodo op te schrijven op mijn mooie bekertje. Dus ik was heel erg teleurgesteld. Want ik hoopte dat ze gewoon mijn hele naam op zouden willen schrijven. Ja, ik ben soms een beetje vermoeiend. Doe je nog steeds die piepjes in je vlog? Nee. Tegenwoordig laat ik het gewoon in als je scheldt. Over de reis.
Ja, van de reis. Nee, maar gewoon ook naast de reis ook gewoon. Maar hallo, we zijn nog midden in de reis. We gaan nu weer naar buiten Hilversum. Ze zeggen navigeren kan je leren, maar bij jou zit ik daar nu wel mijn vraagtekens bij. Oh ja, dit is helemaal snel. Om zo naar links. Naar links, hup, ik kom eraan. Oh, weer iemand. Wow, vuurwerk. Into the unknown. Lucas in de vlog. Iedereen naar lol. Lucas. Lucas. Ja. Lucas. Lucas. Lucas, de kijkers. Je mag niet fietsen met een telefoon. Wat? Je mag niet fietsen met een telefoon. Ja, en? Dus, ik moet jou nu een boete geven. Echt? Ja. Oh, mooi. Zie je naar links. Links? Je kan hier helemaal niet naar links. En dit is nou echt Storming Amsterdam. Prachtig uitzicht ook gewoon. Lucas, wat vind jij van het uitzicht? Prachtig. Mooi. Even de laatste opnieuw zeggen. Mijn telefoon is leeg. Maar ik heb een powerbank bij. Welkom bij Lucas Tas Unboxing. Wat zit er allemaal in je tas? Ga maar kijken. Werkt het? Ik hoop het. Mooi. We zijn nu aangekomen in Diemen, waar we ook waren in Harm Frode Vlog 53, Noah's Heartbreaking Story. We zijn nu aangekomen in Diemen. Dus we zitten nu heel even te kijken of we de plek waar we toen waren nog terug kunnen vinden. Maar ik dacht eigenlijk dat het hier was, maar volgens mij is het hier helemaal niet. We zijn aangekomen in Amsterdam, op naar het Rijksmuseum. Oké, Lucas, jouw fiets staat hier buiten. En dan hier, ik zal even een stapje naar achter doen, hier. En mijn fiets staat hier 5 fietsen verder. Even kijken of ik hem zelf nog kan vinden. Ja, hier. Hier. We zijn ondertussen natuurlijk in Amsterdam. En dit is inderdaad wel een beetje het beeld wat je altijd hebt van Amsterdam. Altijd druk, veel mensen, mislukte bussen die hier rondrijden. Het is een beetje allemaal hetzelfde, hè, Lucas? Ja. En dat is dus Amsterdam. Ja, hier is het rustig. Geen woorden? Nee. Amsterdam was alweer goed. We gaan nu richting huis. Dus dan zijn we nog wel 5 uur bezig, denk ik. Wordt er iemand langs of hoe zit dat hier? Ja, het gaat wel veel staan. Ja, gewoon een YouTuber, dat zie je ook niet elke dag. We zijn weer terug bij de fietsen om te gaan vertrekken. Je hebt hem? Oké, dan heb ik hem ook. Hier een update van ons. We hebben nu 13 kilometer gehad. En we zijn op weg terug naar Amersfoort. Update, we zijn beide moe. En we zijn bijna bij Hilversum. Stranded.